Met 3 overwinningen uit 3 wedstrijden is PSV Vrouwen uitstekend aan het seizoen begonnen. In die goede start moest een vervolg krijgen in het thuisduel met ADO Den Haag. PSV startte met Santiago in de goal. Achterin Burns, Nauwe, Biesmans en Bonflasia. Kuipers, Jussail, Tilman en Van Doren op het middenveld. En voorin uiteraard Katja Snoeys en Joelle Smits. Zij die voor de doelpunten moeten gaan zorgen. Sander Luijten kon niet beschikken over Nadia Kolen, Janu Levels en Naomi Patiwaal. Zij alle 3 geblesseerd. De eerste vrije trap in de wedstrijd is voor ADO Den Haag achter de bal. Oud-PSV-speelster Kim Moermans. Maar Santiago hoeft niet in te grijpen. Burns dan. Met het zoeken naar de spitsen, in dit geval naar Katja Snoeys. Dan valt die bal voor de voeten van Kelly van Doorn. En via de hand van Barbara Lorsheid eindigt die bal op de paal. De eerste grote kans voor PSV. Knap weggedraaid van Jeslin Kuipers. Die verder ook niet aangepakt wordt. Het zoeken is naar Katja Snoeys. Die krijgt die bal niet lekker mee om uit te halen. Burns dan. Maar haar schot gaat voorlangs. Wat gaf de verhouding op dat moment wel weer. PSV in de aanval. Het zoeken naar die openingstreffer. Hier met Joelle Smits. Draait makkelijk weg bij Hendricks. Maar het schot mist de kracht. En is zo een eenvoudige prooi voor Lorsheid. ADO wist van die eerste 3 duels die het speelde er eentje te winnen. 1 keer werd er ook verloren en 1 keer werd er dus gelijk gespeeld. Snoeys. En dan valt die bal wat gelukkig in de korte hoek. Via een been van Hendricks. Maar na 27 minuten zowel die verdiende 1-0 voorsprong voor de ploeg van Sander Luijten. Het 4e doelpunt van dit seizoen voor Katja Snoeys. En PSV dus op een 1-0 voorsprong. Burns. Maar dit houdt het midden denk ik tussen een schot en een voorzet. En die bal belandt op het dak van het doel. Dan ADO dat na die openingstreffer meer van zich afbeet. Meer ook op de helft van PSV was te vinden. Maar nog geen echte kansen had gekregen. En ook dit schotje van Olieslagers mist de kracht om Santiago echt nerveus te maken. Bonflasia. Jussail. Van Doren. Mooi wegdraait en ruimte krijgt om te schieten. Maar die bal wordt over de lat getild door Lorsheid. De corner dan. Opnieuw Van Doren. Het zoeken is naar Snoeys. Nauwe met de kopbal. Maar die belandt in de handen van Barbara Lorsheid. En dus bij rust nog altijd die 1-0 voorsprong voor PSV. Als Sjaak Polak, coach van ADO Vrouwen, de koffie niet eens op heeft, trekt zijn ploeg weer ten aanval. Dit is Looijen in duel met Biesmans. De redding is van Santiago en Burns werkt weg voordat Grant die bal in kan tikken. Een grote kans dus voor de gasten uit Den Haag. Dit is opnieuw Grant. In duel met Biesmans. En opnieuw komt PSV daar heel goed weg. Want die bal die dreigde naar de bovenhoek te zeilen. Opnieuw ADO. Want na rust was de ploeg uit Den Haag behoorlijk gevaarlijk. Maar opnieuw geen goal. De misser hier van Noordam. En dus zwijnt zijn ploeg. En mag die blij zijn dat het nog altijd 1-0 staat vlak voor tijd. De lange bal dan. Die valt in 1 keer voor de voeten van Grant. Santiago is te laat. En 2 minuten voor tijd komt ADO op gelijke hoogte. En eigenlijk is die gelijkmaker ook wel verdiend. Santiago kan er net niet bij om zo die gelijkmaker te voorkomen. En zo verspeelt PSV voor het eerst punten. Het speelt met 1-1 gelijk tegen ADO Den Haag. En volgens coach Sander Luijten is die uitslag terecht. Eerste helft vond ik nog wel dat wij enigszins controle hadden. We iets meer de bal en een paar prikjes van ADO Den Haag. Tweede helft lieten zij gewoon zien dat ze met de Haagse mentaliteit ons overklast eigenlijk. Waardoor ze meer de bal kregen. Levert nog niet echt direct kans op, maar in de eindfase deden zij een schepje erbovenop. En met de mogelijkheid die ze kregen, prikten ze, vond ik terecht, de 1-1 net in. Maar nu waren er te veel speelsters die een mindere dag hadden. Dan leid je zomaar puntverlies tegen ADO Den Haag.
Want volgende week staat Excelsior Barendrecht hier voor de deur. En die willen ook punten halen hier. Dus we moeten snel leren van onze fouten en tekortkomingen om het volgende week beter te doen.